is er gewoon echt iets in mijn hoofd niet helemaal lekker gegaan. Op een gegeven moment zijn we een taxi ingerend en tegen die mannen hebben we geschreeuwd: drive! Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over de eerste keer drugs. De eerste drug die ik ooit gebruikte was alcohol, want alcohol is ook een drug. Ja, alcohol. Alcohol. Want dat is ook drugs. Als je alcohol meerekent als drugs, en eigenlijk zou dat wel moeten, vind ik, dan was een biertje mijn eerste drug. Toen was ik 14, geloof ik, maar dat was ook in de leeftijd dat ik voor het eerst ging blowen. Maar als we dan niet naar alcohol kijken, dan hash of wiet? Qua echt harddrugs, ecstasy. Het gebruik van drugs is nooit 100% veilig. En als je nadenkt om voor het eerst drugs te gebruiken, kunnen we dus niet echt zeggen welk middel daar het meest geschikt voor is. Want ze hebben allemaal hele verschillende effecten. Ieder mens is anders, iedere situatie is anders. Dus ja, daar moet je goed over informeren. Waar ben je precies naar op zoek? Wat wil je zelf en welke risico's ben je ook bereid om te nemen? En op basis daarvan een keuze te maken welk middel je zou willen gebruiken. Het was helemaal niet chill. Het begin was wel leuk. Je voelde je gewoon energiek en ik was met een vriendin. En volgens mij David Guetta was aan het draaien. Maar op een gegeven moment heb ik een joint gerookt samen met iemand. En toen is er gewoon echt iets in mijn hoofd niet helemaal lekker gegaan. De eerste keer wiet was volgens mij wel leuk. Met een vriendin van mij gingen we altijd naar een weiland. En dan gingen we daar altijd in het midden van het weiland stond een bankje. En dan gingen we daar zitten en dan gingen we daar zitten blowen. Ik weet nog dat we dachten dat iedereen op dat festival in een complot zat en dat iedereen verschillende talen sprak. Dat was ook zo, maar we dachten dat het een soort van bende was van mensen die allemaal verschillende talen kon spreken en dan switchten en als doel had om onze identiteit te stelen, dus dat ze met ons aan het praten waren en ondertussen informatie probeerden te achterhalen. En ik dacht, nou, ik ga naar een festival en daar ga ik voor het eerst in mijn leven een jointje roken. En ik dacht, nou, daar gaan we, dus ik begin te roken en ik vond het helemaal verschrikkelijk. En ik werd misselijk en ziek, dus ik heb eigenlijk het hele festival zo op het gas gelegen van oké, niet kotsen, niet kotsen, niet kotsen. Dus ik vond er geen reet aan. Op een gegeven moment zijn we een taxi ingerend en tegen die man hebben we geschreeuwd: drive, drive! En die man zat echt zo, wat is er aan de hand? De eerste keer party drugs was bij een heel fout feestje. Toen was ik een jaar of 17. Ik weet nog wel, dat was in de stad Schouwburg in Amsterdam. Want op een gegeven moment kwam ik van de wc en toen kikte die in. En toen liep ik zo die meute in. En dat, ja, dat weet ik echt nog zo goed. Gewoon de allereerste keer dat ik dacht, deze mensen, ik ben verliefd op hun en zij zijn verliefd op mij. Dit wordt een topavond. Veel gemaakte fouten die je ziet bij het eerste keer drugsgebruik is dat je eigenlijk niet goed weet wat de effecten en wat de risico's zijn. Ook de dosering wordt niet al goed over nagedacht. Daarom laat altijd testen wat er in de drug zit en hoeveel je er eigenlijk van moet hebben om de risico's te beperken. Jullie vragen je vast af of het gebruiken van drugs strafbaar is. Gek genoeg is dat niet zo. De belangrijkste wet in Nederland met betrekking tot drugs is de opiumwet. En alleen de handel, bezit, productie en het in en over de grens brengen van verboden middelen is strafbaar. Dat betekent dat het gebruik zelf niet strafbaar is. High zijn ook niet. Maar let maar wel op, als je natuurlijk net een pil in je mond stopt en de politie komt eraan, kan je wel verwachten dat ze je daarna willen fouilleren. Nee, ik heb me niet eigenlijk echt voorbereid. Had ik misschien wel moeten doen. Maar gelukkig is het niet fout gegaan, maar ik kan het beter voorbereiden. Dus kijk altijd naar Drugslab. Ik weet niet of ik toen voorbereidingen heb getroffen. Ik denk dat ik gewoon op goed geluk en een dosis gezonde liefde ben uitgegaan op het vertrouwen van mijn vrienden. Wat je het beste kan doen als je voor de eerste keer drugs gebruikt, is lees jezelf in over de effecten en de risico's van het middel. Ga uitgerust naar een evenement en laat vooral je drugs testen. Voordat je de eerste keer een drug gaat gebruiken, is het heel belangrijk dat je er goed over nadenkt waarom je dat wil gaan doen. Ben je zelf echt oprecht nieuwsgierig naar wat de effecten zijn? En als je zelf daarover twijfelt of het moment is er niet naar of de situatie, doe het dan vooral niet. Het hoeft niet, het kan eventueel een andere keer. En ik denk dat het belangrijk is daar wel goed over na te denken. Ja, vet random. Ik werkte in een zwembad en toen heb ik die ecstasy gekregen van een badmeester die daar werkte. Ja, weet je, ik denk dat in iedere vriendengroep is er zeg maar één iemand die al een beetje verder is. En die dan zeg maar altijd de stash heeft.
En ja, we hadden zeg maar ook één vriend die dan altijd de drugs had. Er zat een meisje op mijn middelbare school en die blowde wel eens. Dus ik had haar gevraagd, zou je dan voor mij wat jointjes kunnen halen? Dus die heeft jointjes gehaald. Stel nou dat jouw vrienden jou hebben ingeschakeld om alle drugs te kopen voor de groep. Je loopt op straat en de politie die houdt je aan. En die vindt dus een enorme zak, bijvoorbeeld pillen, bij jou. Ben je dan verantwoordelijk voor de drugs die uiteindelijk voor je vrienden bedoeld zijn? Helaas ben je verantwoordelijk voor alle drugs die je in bezit hebt. Dus ook die voor je vrienden. Ja, ik heb het daarna nog een keer gedaan. Oh, is echt zo stom. Ja, ik wil dit wel meteen nog een keer doen. Ook omdat ja, die eerste ervaring die staat me gewoon nog steeds bij. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, die allereerste keer ecstasy. Ik heb wel wiet en hash later nog een keer geprobeerd en dan in brownie vorm. Ging ook fout. Ja, ik vond het vet leuk. Ja, daarna was het volgens mij zeker wel één keer in de twee weken of zo. Of misschien zelfs wel elke week naar het weiland. Maakt niet uit over welk middel het gaat, maar er is geen enkele druk waardoor je, als je het één keer gebruikt, direct verslaafd bent. Het kan wel zijn dat als iemand vanuit een hele ellendige situatie start, dus iemand heeft heel verdrietig of heeft heel veel pijn of voelt zich heel ellendig, en die heeft dan het effect van een druk wat ze heel veel beter laat voelen, kan natuurlijk wel de behoefte en de zin om dat nog een keer te doen heel groot zijn. Dus dan is wel het risico dat iemand dat echt vaker gaat doen, misschien ook wel problematisch, groter. Maar je raakt niet verslaafd na één keer gebruiken. Onder harddrugs is in algemene zin zo dat je voor poeder een hogere straf krijgt dan voor een pil. Let ook op met GHB. Als je GHB meeneemt naar de club en je wordt gepakt, dan wordt meestal direct de politie ingeschakeld, omdat de clubs nogal nare ervaringen hebben gehad met het gebruik van GHB in de club.